Een hele goede morgen vanuit het pittoreske Veenendaal. Wacht, doe ik dit? Ja, doe je. Wij hebben onszelf moed aangepraat en we zijn uit bed gekomen. It's a miracle! En nu gaan wij dus eventjes lekker eten en we gaan wat dingetjes halen, want we gaan wat leuke dingen doen vandaag. Ja. We gaan, nou dat zie je mezelf wel. Maar we gaan dus niet naar de McDonald's, want die optie hebben we niet. Dus we gaan broodje carpaccio eten. Ja. Dus. Ja, lekker. En gezond. Ja. Dat valt weer een keer mee. Ja. Met ons gevreten weer. Ja, we hebben gisteren pizza gevroten. Dus nu moet het eigenlijk wel weer één keer in de week mogen als we bij elkaar zijn. Dan mogen we gewoon ongezond. En voor de rest, dan moeten we toch wel een beetje... Nou, misschien wel. Dat mag wel, denk ik. Ja, vind ik wel dat niet. Dat mag. Eigenlijk niet. Twee dagen in de week mag ik Red Bull. Dus ik kan vandaag wel Red Bull mee. Maar dan mag ik dus het hele weekend geen Red Bull. Ja. Nou ja, ik ben daar niet zo streng in. Nou ja, maar waar gaan we broodje carpaccio eten? Moet even kijken, zijn er meer plekken waar we heen kunnen? Kijken we zo weer. We gaan zo kijken. Dus nou ja, jullie zien het vanzelf. Daters. En nu moet ik eventjes die knop zoeken. Maar ik weet niet waar die zit. Ja. Sophie is incognito. Zodat ze niet wordt aangesproken door opdringerige fans. Ja, dat is in Veenendaal wel echt heel erg. Ja, nou, je kan niet normaal, ze kan niet normaal van straat. Het is nu echt een wonder dat, dat het nu nog zo goed gaat. Echt bijzonder. Echt gewoon gelukkig van worden dat het gewoon allemaal zo netjes hangt. Het hangt toch gewoon... allemaal even veel aandacht. Nee, dat is dan wel weer zo. Maar het hangt gewoon netjes onder elkaar zo. Daar ga ik gewoon echt heel lekker op. En wij hiermee doen. Ook drie keer raden. Ik vind hem mooi. Ik vind hem echt mooi. What do you think of my new glasses? Oh my god, you're so pretty. I'm rocking this shit. Ik vind het altijd leuk om uit te proberen. Nou? Solo, sowieso. Oh ja, sowieso. Sowieso. En lijm, hebben ze dat ook met solo denk ik? Solo. Solo. Solo is leuk. Solo heeft allemaal dingen die ik echt heel graag wil hebben. Gewoon allemaal van die hebben dingetjes, weet je wel? Schattige tattoetjes. Ja, die zijn echt leuk. Die zijn echt te leuk. Ik heb zo'n vermoeden voor 50 cent dat dat niet het geval is. Maar, hey. Nee, maar soms weet je het niet. Zijn die goedkope dingen juist ineens heel goed? Dit vind ik echt leuk. Oh, hier heb ik mijn carnavalspullen ook gekocht, hè? Ja, klopt, ja. Handig, hè, zo'n pet. Ideaal. Wow, die kaart is veel. Probeer er eens naar te kijken. Ja, ik heb een zonnebril op, hè? Oh, ja. Zo, wat gaat het worden, mevrouw Hol? Ik weet het nog niet. Ik denk sowieso een broodje carpaccio, maar ze hebben hier twee soorten. En ik weet nooit precies welke weg is. Ze hebben verse sappen met sinaasappel, banaan, appel, peer, framboos, mango, ananas, meloen. En yoghurtzak met rood fruit of met geel fruit. Ik neem denk ik de club. Club bruin carpaccio. Club bruin. Ik vind dat carpaccio vind ik wel lekkerder met wit weer. Ja. Food. Eten. Ja, lekker hoor. Carpaccio. Salade carpaccio. Appelpeer framboos. Juist, thank you. Banaan, sinaasappelsap. Wij zijn echt gezond bezig. Top. Echt. Sophie, weet even een grote meid en eet even je bord leeg. Ik doe het niet vaak. Ik ben echt niet iemand, maar dit was gewoon echt mega veel. Nee, dankjewel. We hebben de benodigdheden. Dus als wij straks thuis zijn, dan horen jullie meer. Heerlijk. Je was zo gezond bezig. Ik was zo goed bezig. Dat je het lekker vindt, pikkels. Ja, heerlijk. Dat maakt het juist. Dat maakt het juist lekker. Ik ben nu echt de gelukkigste vrouw op de aardbol. Yes. Goeie nieuws. Ze hebben het weer. Birdie staat buiten, want hij heeft een ijsje. Dit is hem. Kan. Kansas? Kan. Ik weet het nooit. Maar die dus. Nou, Jut en Jul zijn weer terug van de supermarkt. En allerlei andere dingetjes. Dus wij gaan... Even een dingetje doen. Een projectje.
Waar we, dat zien jullie voor zelf. I don't wanna be the last man standing. I don't wanna be the lonely one. Picking paddles when the party's over. No, it's not any fun. 'Cause I'm fragile. Druk mee geweest om dit te maken. Slijm. En het is nog lelijk ook, want we hadden alle mooie kleurtjes en dingen en alles al in dat andere geflikkerd. Maar het is wel gelukt. Het tweede recept deed het wel. En het is wel lekker om mee te kneden. Het is een soort van wel satisfaction. Zo van woehoe. Ja. Maar het is alleen echt een vies kleurtje. Ja, het is een soort van, moest dit hebben we erin gedaan. Ja, maar bij anderen deden ze er ook kleurstof doorheen, maar die konden we nergens vinden. Lekker, hè? Bij de Pipo's hebben ze ook kleurstof, maar daar waren we al te ver weg. Vinden jullie dit ook leuk om naar te kijken? Of ik denk dat je naar kijkt, dan wil je, ook, wil je er ook in kneden. Alleen jij, denk ik. Want Sophie wilde dit zo graag. Ja. Bleef maar, ja, we gaan naar de Jumbo. We kunnen nog een keer proberen. Want... En ik had ze lang opgegeven. Ik dacht, ja. En ik wilde niet stoppen. Ik wilde slijm. Ze moest en zou gewoon slijm hebben. En nu heeft ze slijm en dan zegt ze, nou, zo'n vies kleurtje. Ja, maar ik ben er wel happy mee. Af en toe moet je even in een doekje. Want er blijft een soort van scheerschuim uitkomen. Nou ja, het is wel lachen. Ik word er echt wel blij van. Heel goed. Gelukkig maar. Het heeft ons namelijk 4 uur van ons leven gekost. Echt? Mijn liefde voor Sophie is onvoorwaardelijk. En mijn liefde voor katten. En het zijn plakplaatjes, maar hoe leuk is deze? Dat is de enige succesvolle aankoop die we vandaag gedaan hebben. In principe. Het zegt ook wel wat. Het zegt best wel wat. Droevig. Heel droevig. Dag. Birdie is weer gone. En ik ga nu eerst eventjes de vlog van morgen doen. En als ik dat heb gedaan, dan is het onderhand alweer eetstijd. Het ruikt hier zo naar lijm. Ik denk gewoon serieus dat ik hier stoned of haai. Wat word je daarvan? Echt, dat is echt niet normaal, die geur. Man, man, man. Zo, nou. En dan heb ik vanavond lekker die Chinese roerbakmix. En nog sla van gisteren. Eigenlijk zou ik er iets van vlees bij moeten halen. Maar ik ben ook niet zo'n vleeseter. Ik neem wel een paar plakjes kipfilet erbij of zo. En door die sla zit ook kipfilet. Dus, nou ja. Het is toch meer dan genoeg voor één persoon. Ik denk dat ik zelfs een beetje meeneem naar het werk. Kan ik lekker daar nog op eten. I did it. Ik heb het zelf gemaakt. En het ruikt hetzelfde als dat Jarno het maakte. Dus het goede teken. Het goede teken. Goed genederlands. Ondertussen ga ik een nieuwe aflevering van Pretty Little Lies op mijn telefoon kijken. Ik weet eigenlijk niet waarom. Want mijn laptop staat voor me. Maar ik weet niet. Ik vind het gewoon prettig kijken. Terwijl het is een klein scherm. Maar ja. Ik doe het toch heel vaak. Dan kan ik op mijn laptop nog andere dingen doen of zo. Ik heb me klaargemaakt voor het werk en ik had het nog helemaal niet laten zien. Maar ik heb dus weer deze gekocht. Nou ja, tenminste hebben jullie behalve gezien dat ik in de doeklas stond. Hij was trouwens €7,30. En ik heb zilver shampoo gekocht. Want ik had dus Kruidvat eigen merk, maar die was ook echt... Hou eens op. Die was denk ik niet overdreven al 3-4 jaar oud. En ik had het idee dat hij niks deed. Dus ik heb deze gekocht. Vooral omdat daar ook stond dat hij koper uit het haar haalt. En dat is dan toch nog wel een beetje wat je terugziet. Al ben ik al zeer tevreden hoor. Maar het werd wel eens tijd voor nieuwe. Dan ga ik nu aan het werk. Ik neem de sla nog even lekker mee. Kan ik wel tijdens het werk opeten. Ik heb geen idee. Misschien is het weer 2:30 voordat ik klaar ben. Misschien ook weer 12:00. Maar we zien wel hoe het loopt. Ik ben weer terug van het werken. En het is lekker vroeg. Het is pas 12:30 denk ik. 12:45. Dus ik mocht er iets eerder gaan. Dat betekent dat ik extra vroeg in mijn bed kan liggen. Yay! Ik moet nog even een paar dingetjes klaarzetten voor morgen. Maar dat ga ik even snel doen. En dan kruip ik mijn bed in. Ik ga het ook gewoon in bed doen. Ik ga gewoon volledig chill. Omdat het maar klein is. Normaal gesproken als ik met mijn laptop in bed ga. Dan kan ik het echt niet goed. Omdat ik dan gewoon in slaap val.
en geen zin meer heb. Maar nu is het echt, ik moet puur en alleen even de vlog klaarzetten, de thumbnail en... Jee, slapen. Ik ben echt toe aan slapen. Terwijl het was een korte avond, dus eigenlijk moet ik niet zeuren, maar toch. Bedankt voor het kijken, welterusten en tot morgen. Goedemorgen. Wij komen net uit bed, dat wil zeggen, ik heb al wel...